De minister van Justitie en politie, Stuart Getrouw, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in DNA ontwijkend gereageerd op vragen van oppositieparlementariër Edward Belfort. Dit lid stelde vragen over de dienstvoertuigen die nog in het bezit zijn van de ex-ministers Ferdinand Welzijn en Jennifer van Dijk Silos. Hoewel waarnemend DNA-voorzitter Melvin Bouva de minister nadrukkelijk vroeg om klaarheid te brengen in deze kwestie, bleef de minister voet bij stuk houden. Al meer dan een jaar wordt gespeculeerd dat beide ex-ministers de dienstvoertuigen waarmee ze tijdens hun bewind hebben gereden nog steeds niet terug hebben gegeven aan het ministerie. We voeren u terug naar het moment waarop Belfort zijn vraag stelt, gevolgd door Bouva die de minister vraagt om elk gerucht voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Meneer Welzijn heeft twee voertuigen nog, of had, ik weet niet of je ze al wederom hebt genomen ten behoeve van KPS. Mevrouw Van Dijk Silos heeft nog vijf voertuigen, politiebewaking nog, generator nog en ze weigert die middelen af te staan. Graag wat meer duidelijkheid. Ten aanzien van de veiligheid, minister, weten wij dat de praktijk wat anders leert. In mijn tweede beurs ga ik dieper daarop ingaan. Maar specifiek concreet, een vraag nog ten aanzien van één voertuig bij mevrouw Van Dijk Silos. Gekocht met een kilometerstand van ongeveer 10.000 kilometer verreden. PC 5712, een kremgelakte voertuig. Minister, graag wat meer duidelijkheid. Getaxeerd beneden de verkoopwaarde voor ongeveer $1500. Minister, ik vraag omdat dat van gewezen ministers al enige tijd geleden, meerdere keren door lid Belfort, ook gewezen minister van Justitie en Politie aan de orde is gesteld, dat er wat klaarheid komt. Niet alles wat is gezegd hoeft waar te zijn, maar misschien is alles wat is gezegd ook aan een zekerheid grenzende waarheid. Dus we vragen om duidelijkheid en ook in dit verband dat de zaken binnen de nodige wet- en regelgeving verder wordt toegepast. De minister bleef kort over deze kwestie. Hij ontkende, nog bevestigde, dat de ex-ministers inderdaad dienstvoertuigen tot hun beschikking hebben. Om te beginnen met de heer Belfort. Ik heb u aangehoord en het heeft mijn aandacht. Ja, ik hou het daarbij. Met betrekking op tot hetgeen dat u eerder gezegd heeft, de praktijk wijst wel anders uit. Die mening deel ik niet. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.